Lord of the Rings, de Adventure Book Game, hoofdstuk nummer 7, de ene laatste. We gaan naar Shelob toe, Shelob's lair. Frodo follows Gollum into the dark cave, not realizing that this is where the voracious spider queen lies waiting. Oftewel, we moeten het web doorzien te komen. Vier kaarten voor mij. En zes kaarten aan de andere kant, waar ik één kaart per beurt mee mag ruilen. Lekker basic kaartjes allemaal. Sam begint hier. Frodo en Gollum. Toch jammer dat dat een fiche is en niet een leuke miniature. Beginnen hier. En hier hebben we nog een afbeelding van Galadriel. Spelregels voor dit hoofdstuk. Tide Twisting Tunnels. Er mag maar één hobbit per vakje staan. Ze kunnen elkaar niet passeren. Frodo en Sam kunnen wel in een vakje met een spinnenweb stappen, maar ze kunnen er niet uit zolang dat spinnenweb daar ligt, dus dan zitten ze vast. Gollum, de guide. Gollum can be moved just like a character miniature, maar die mag wel een vakje verlaten waar een spinnenweb in zit. En die mag wel samen met een hobbit in een vakje staan. En dan hebben we nog Naughty Little Fly voor één hoornkaart. Of twee dezelfde storykaarten mag ik één webtoken verwijderen als één van de hobbits op een vakje staat met zo'n webtoken. Ik verlies als ik een web moet plaatsen, maar dit vakje is leeg, want alle drie de webtokens liggen al op het bord. En ik verlies natuurlijk weer als de plotdek zonder kaarten komt te zitten. Oftewel, ik heb 15 beurten plus dan een laatste beurt om de boel te gaan redden. En we gaan gewoon beginnen met challenges nummer 1 natuurlijk, Into the Darkness. Frodo, Samwise en Gollum must be on different spaces inside Shelob's lair. En inside Shelob's lair zijn de vakjes met de nummers, vermoed ik. Maar wel, dit vakje is de lair entrance. Oh, wacht, met die... Dus dit is ook al inside Shelob's lair. Oké, dus ze moeten gewoon de grot inlopen. Maar ze moeten wel alle drie op een different space zijn. Nou, ik heb twee gratis stapjes. Deze twee mogen niet bij elkaar, dus dan doen we alvast 1. En dan sturen we Frodo alvast wat dieper in, 2. Wat heb ik zo nodig? Het oog en een voetje. Die horens hebben we heel erg nodig. Zijn heel handig om web te verslaan. Deze hebben we straks nodig, maar we zitten nog vroeg in. Ik lever er 2 in. Moet een beetje voortgang maken. Om alvast 2 extra stapjes te doen met Sam. Dan weet ik zeker dat we in de volgende ronde kunnen we challenge 1 alvast completen. Ik heb alleen nog een inside kaart nodig. Die ik nu nog niet heb. Oh, en ik heb ook de One Ring Ability natuurlijk. Ik mag een ringkaart inleveren om één webtoken van het bord te verwijderen. Moet ik natuurlijk wel een stapje vooruit op het corruptiespoor. Maar goed, daar zijn we nog niet eens op de helft. En we zijn al met het ene laatste hoofdstuk bezig. Dus ik vermoed dat we niet tot de 15 gaan geraken. Einde beurt. Ik trek 2 nieuwe kaarten. Een ring en een voetje. Helaas niet wat we nodig hebben voor de challenge. Dan moet ik deze opendraaien. Nummer 13. Nummer 13. 1 tot en met 13, plaats een webcounter op de location that matches the number of the plot cards. Oeh, en dat is natuurlijk wel een uitdaging als die heel ver weg komt te liggen. Want 10, 11, 12, waar is 13? Oh, daar helemaal. Jeetje. Oh, hier is ook de exit. Oeh, uitdaging. Maar we kunnen natuurlijk ook alvast vooruit gaan werken naar challenge nummer 2. Frodo must be on Galadriel space. En Gollum en Samwise must be adjacent to haar. Dus we moeten eigenlijk ook maar nu gelijk door naar Galadriel. En ook alvast even naar de laatste kijken. Die mogen we pas doen als de andere twee challenges gelukt zijn. Frodo en Sam moeten op verschillende, allebei de verschillende exits zijn. En Gollum op één van die twee. Oké. Oftewel, nu met z'n allen richting Galadriel. Galadriel. Dan stuur ik Frodo alvast één stapje deze kant op. En kan Sam ook alvast hier het web in. Dan zijn ze nu allebei in het web. Maar ze moeten ook nog op verschillende plekken staan. Maar ik mis nog een symbool om in te leveren om de challenge te completen. Dus op dit moment kan ik daar toch niks mee. Ga ik wat inleveren. Ik ga een voetje inleveren om alvast iemand een extra stapje te laten doen. Laten we Sam dan ook alvast hierin sturen. Trek 2 nieuwe kaarten. Mirror of
Galadriel, look at the top card of the plot deck. Ja, vind ik niet zo heel interessant op dit moment. En nog een ringkaart, potverdorie. Trek een kaart open, nummer 1. Oh, daar waren we bijna. Zo. En dan ben ik weer aan de beurt. Dan is het misschien een idee om voor stap 1 Sam daarheen te zetten. Voor stap 2 zetten we Frodo alvast hier. Dan kan ik zo'n hoornkaart inleveren die we verder deze challenge toch niet nodig hebben. Om dit web te verwijderen. En we daar weer even rust. Dan weten we ook dat 1 niet meer komt. Ik ben er niet goed in, maar je zou dus nu echt moeten even onthouden welke nummers we al gehad hebben. Nee, je mag altijd terugkijken natuurlijk. Maar dan kan je een beetje weten van nou die hoek hoeven we niet meer te komen. Ik ga deze alvast even omruilen met zo'n hoornkaart. Dan kunnen we misschien straks een spinnenweb verwijderen mocht dat nodig zijn. En ik wil die ringkaart natuurlijk niet in mijn hand hebben, want ik kan daar op zich weinig mee, behalve ze afleggen, maar dat wil ik liever niet. 2 nieuwe kaarten aan het einde van mijn beurt. Nog steeds niet het insight, het oogsymbool wat we nodig hebben om deze challenge te completen. Dat is wel vervelend. Komt een spinnenweb op nummer 8. Ja. Wat gaan we doen? We sturen Sam ook alvast weer wat dichter richting Galadriel. Dan zet ik hem hier neer. Dan kan hij eventueel spinnenwebben hier opruimen. Ik durf wel de gok te wagen. Om nog een beurtje te wachten. Deze heb ik zo nodig voor de challenge. Deze hebben we niet nodig. Die ruil ik om voor nog een zwaard. En dan leef ik het zwaard in. Om Frodo nog een stapje te verplaatsen. Aan de andere kant, misschien trek ik straks kaart nummer 4. Zul je net zien. Nou, jammer, gedaan is gedaan. Dan heb ik kaart te veel. Dus ik moet nog even een kaart spelen. Dan speel ik dit zwaard en dan verplaatsen we Column alvast een stapje. We zijn eigenlijk al met challenge 2 bezig, terwijl we challenge 1 nog moeten completen. Maar daarvoor heb ik een kaart met die rode bol nodig en die komt nu weer niet. Nummer 6. Dat klinkt dichtbij, dat is het niet echt. Ik moet dus nu wel even een spinnenweb gaan verwijderen, anders heb ik zo'n probleem. Dan doe ik 1, 2, lever ik een horenkaart in om dit spinnenweb te verwijderen. En nu is het eigenlijk gewoon maar wachten. Ik ruil deze alvast om met deze kaart. Dan hebben we daar de kaart ook alvast voor de challenge. Dus ik heb deze nodig voor de challenge. En ik heb deze nodig plus nog een rode kaart. En ik ga zo 2 kaarten trekken, dus dan heb ik weer 1 kaart te veel. Dus dan leveren we alvast een zwaard in om Gollum nog een stapje dichter bij Galadriel te brengen. Die doen we dan naar 2 toe. Dan trek ik 2 nieuwe kaarten. Komt-ie? Nee. Potverdorie. Zo schiet het niet op. En er komt een spin bij op nummer 9. Of niet een spin, een spinnenweb. Daar staat Frodo dan weer vlakbij. Dat komt dan wel weer mooi uit. 2 gratis stapjes. 1 en 2. Leveren de hoorn in om dit spinnenweb weer te verwijderen. Dan is het misschien een idee dat we Sam alvast die kant op sturen om daar de spinnenwebben op te ruimen. En het is nog steeds wachten op die rode kaart. En dan mag ik 1 storykaart trekken. Nou ja, dat valt dan ook weer mee. Ik heb kaarten te veel, dus ik ga er sowieso 1 inleveren. Deze hebben we niet nodig voor de challenge. En dan sturen we Frodo alvast terug. Ik zet Sam alvast hierheen. Dan kan hij zo doorlopen naar daar om die spinnenweb op te ruimen. Ja, dat doen we. 2 nieuwe kaarten.
Weer geen oogsymbool, maar wel Galadriel's Hair. Trek 3 kaarten van de story deck. En dan mag ik 1 kaart uit mijn hand discarden. Dat mag ook een ringkaart zijn zonder gevolgen. Nou, als we dan de benodigde kaart niet krijgen, weet ik het ook niet meer. We gaan een ring toevoegen op nummer 2. Oh, dat was Gollum net. Ik moet dus nu wel een spinnenweb opruimen, anders heb ik straks een probleem. En daarvoor hadden wij bedacht dat ene Sam dat mooi kon doen. Dus die gaat hier staan. Die staat dan niet meer in positie voor de quest, maar dat staan ze nu allebei niet meer. Wat dat betreft gaat het niet echt goed. Moet ik wel een hoornkaart voor inleveren. Wel eerlijk spelen. Wat is wijsheid? Sam moet een stapje terug. Frodo moet daarheen. Ik denk toch dat ik deze ga gebruiken. Dan heb ik veel te veel kaarten, maar dan kunnen we ook iedereen weer terug in positie brengen. Ik ga het gewoon proberen. Jodo. 1, 2. En een ringkaart dan maar. Ja, want dan mag ik die weer afleggen. Nog steeds niet dat symbool wat we nodig hebben. Hoe moeilijk kan het zijn? En ook niet het hoornsymbool om spinnen op te ruimen. Maar ik kan dan wel 2 kaarten inleveren. Om Frodo 2 stapjes terug te doen. Alhoewel, dan doe ik Frodo 1 stapje en Sam 1 stapje. Dan kan Sam dat spinnenweb straks nog even opruimen. Oh nee, dan staat hij weer te ver weg van de quest. Nee, ik doe toch Frodo 2 stapjes. Dan staat hij alvast goed. Einde beurt. Nou. Jongen, jongen. Niet te filmen dit. Nou, het is wel te filmen, want dat ben ik nu aan het doen. Maar toch. Ik heb 1 kaart nodig en die komt maar niet. Ik mag natuurlijk ook een ringkaart daarvoor inleveren. Dat is misschien ook nog een optie om dan straks toch maar een ringkaart te gaan inleveren. Eerst maar kijken waar er een nieuwe web komt op nummer 5. Daar staat Gollum nu. Dan mag ik 2 stapjes lopen. Ik moet een spinnenweb verwijderen. 1. 2. Ja, dan moet ik maar 2 dezelfde kaarten inleveren. Als ik deze nou ruil met deze kaart, lever ik 2 voetjes in. 2 matching story cards om een spinnenweb te verwijderen. En dan halen we deze weg. Oh, ik mag trouwens, Gollum kan trouwens ook spinnenwebben verwijderen. Dus dat hoef ik niet per se met de hobbits te doen. Ja. Ik ben er even klaar mee. Ik wil potverdorie. Deze hebben we. We hebben hem. En nou staat iedereen niet meer in positie natuurlijk. Maar goed, we kunnen door. Er komt een spin bij op nummer 3. Die hadden we. Oh nee, dat was nummer 1. Hier. Ik mag 2 stapjes doen. Maar. We moeten een spinnenweb weghalen deze beurt. Maar dat kunnen we dus ook met Gollum doen. Dus noemen we Gollum 1 stapje. To remove a web counter in the same space as a hobbit or Gollum. En dan zet ik toch Frodo alvast hier neer. Ik moet een spin gaan verwijderen. Dus ik lever 2 dezelfde kaarten in om deze weg te halen. Dan ruil ik die mirror van Galadriel even om met deze. Frodo, Samwise en Gollum must be on different spaces inside Shelob's lair. Is dit nog inside Shelob's lair? Jazeker. Want hier is de exit, dus hij zit er nog in. Hij zit erin en Gollum zit erin. Dus iedereen zit erin. Ik lever deze 2 kaarten in. Hehe. Into the darkness. Completed. Rewards. Trek 1 kaart van het story deck. Ja, tuurlijk. Nou komen ze allemaal. Go in
or go back. En nu moeten we zorgen dat Frodo of the Shire, Frodo must be on Galadriel's space, check. Gollum en Samwise moeten ernaast staan. En dan moeten we twee van deze kaarten inleveren. Nou, dat moet wel lukken, want die hebben we hier ook nog liggen. Oké, dus zij twee moeten nu naast Frodo komen staan. Alleen zijn steeds bezig die spinnenwebben op te ruimen. Dat is wel vervelend. Trek twee kaarten aan het einde van mijn beurt. Hiermee kunnen we mooi een spinnenweb opruimen. Maar er komt eerst een spinnenweb bij op nummer 14. If there is a not a web counter on Sam's space, place one there. Otherwise nothing happens. Kijk, daar hebben we super mazzel. Op de plek van Sam komt nu geen spinnenweb, want daar ligt er al één. Ik heb twee gratis verplaatsingen, dus ik verplaats Gollum alvast die kant op. En ondanks dat Sam daar heel mooi staat, moeten we wel de challenge completen. Ik ga hem toch hierin zetten. Dan ruilen we deze kaart om met deze kaart. Ruil ik deze om. Of tenminste, ruil ik niet om. Lever ik in. Dat heb ik toch meer nodig om Sam nog een stapje te doen. Frodo must be on Galadriel space. Gollum en Samwise must be adjacent to Galadriel. Check. Reward. Trek twee story cards. Maar daarvoor moet ik er wel eerst twee inleveren. Namelijk twee van deze. If you do not find a way, no one will. Oftewel, we gaan hem alweer afronden. Challenge nummer 3. Frodo en Samwise moeten allebei op de verschillende exit spaces staan. Gollum op een van de twee en alle andere challenges moeten complete zijn. En dan hebben we een narrow escape. Het hoornsymbool gaan we bewaren om spinnenwebben weg te mappen. We hebben nog een zwaard nodig en een voetje. Dan kunnen we deze alvast inleveren om bijvoorbeeld Frodo even bij, of Gollum even bij Frodo te zetten. Trek twee nieuwe kaarten aan het einde van mijn beurt. Ja, nu gaan we die erheen kijken. Shadowfact, you may move one character miniature up to three spaces. Oh, wat vind ik dat toch een heerlijke special kaart om te hebben. Nu komt er vast weer een spinnenweb bij, nummer 11. Oftewel, we moeten wel even spinnenweb gaan opruimen nu. Maar ik ken iemand die dat heel goed kan. Namelijk Samwise. 1, 2. Het kan ook een tactiek zijn om Frodo nu op een spinnenweb te zetten, want er zit ook nog een kaart bij dat ik een spinnenweb moet plaatsen bij Frodo als daar nog geen spinnenweb ligt. Samwise levert in elk geval de horen in om dit spinnenweb op te ruimen. Dan is Samwise ook al bijna bij de uitgang. Daar hadden we nog zo'n voetstapje voor nodig straks. Ik leef gewoon gelijk Shadowfax in. You may move one character miniature up to three spaces, dus ik mag Gollum niet verplaatsen, maar wel Frodo. 1, 2, 3. Hopelijk hoeft hij straks niet te hard terug te rennen om weer spinnenwebben op te gaan ruimen. Dan heb ik nog kaarten over, maar dat is misschien ook wel weer handig om te bewaren voor het geval we dubbele kaarten moeten gaan inleveren. En omdat ik nu toch niks doe verder deze beurt, ga ik deze ook alvast om met deze kaart. Dan hebben we hier 5 ringkaarten liggen en nog de Mirror of Galadriel. Dan mag ik de bovenste kaart van het plotdeck bekijken en eventueel onderop leggen. Einde beurt, ik trek twee nieuwe kaarten. Wisdom of Elrond, choose a player to draw 2 cards from the story deck. Mooi, die gaan we dan straks ook maar gebruiken. Er komt weer een spinnenweb bij op nummer 15. If there is no web counter on Frodo's space, place it over there. Oké. Nou, mooi, kan hij die gelijk opruimen. Eerst 2 verplaatsingen. Ik denk dat we er wel redelijk gaan komen. Maar ik heb nog een voetje nodig. Frodo doen we 2 stapjes. 1, 2. Enfin, Frodo, dat is Gollum. Ze lijken ook eens op elkaar, hè? Ik ga gewoon Wisdom of Elrond spelen. Trek 2 kaarten van de story deck. Het voetje, dat is mooi. Ook een ringkaart waar we niks aan hebben. Dus, ik heb deze nodig voor de missie. En nu moeten we iedereen op de exits zien te krijgen. Waren het niet dat ik ook nog een spinnenweb weg moet gaan krijgen. Kom ik dus gewoon 1 kaart tekort om het nu te redden. Ik kan deze 2 inleveren. Dan staan de hobbits op de goede plek. Maar dan moeten we Gollum daar nog krijgen. Daar kan ik... Of gaan we het wel redden? We gaan het wel redden als ik deze kaart nou ruil met de Mirror of Galadriel. Ik heb 2 ver...
Oh, we gaan het redden. We hebben twee verplaatsingen. Dus Frodo hier, Sam hier. Dan lever ik... Oh, we gaan het zelfs makkelijk redden. Wat zit ik nou dom te rekenen? Twee kaarten inleveren om Gollum twee stapjes te zetten. 1, 2. En dan leveren deze twee in. Hoppa. Frodo en Samwise must be on different exit spaces. Gollum can be on either exit space. All other challenges completed. Check. Reward. You complete this chapter. This fellowship ain't dead. Nou, alle webtokens op het bord. Maar op zich ging die vrij soepel. En het was fijn dat we ook al aan challenge 2 konden gaan werken die kant op. Terwijl challenge 1 nog niet completed was. En dan wordt het tijd voor de grote finale. De laatste chapter. Nou, we kunnen wel raden, spoiler, wat dat gaat worden. Dan moeten we vast en zeker die ring in de vulkaan gaan gooien. The final battle. Frodo en Samwise make their way to Mount Doom while the Fellowship battles for Middle-earth. Terwijl iedereen mag straks meedoen, denk ik. Maar hoe dat gaat en of me dat gaat lukken, gaan jullie zien in het volgende filmpje. En het laatste filmpje uit deze serie. Voor nu, mochten jullie vragen hebben over chapter 7 Shelob's Lair of over de Lord of the Rings Adventure Book Game in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.